Welkom allemaal naar de lunch. We hebben Koen bereid gevonden om een hele fijne presentatie te geven. Ik heb hem al gezien, daarom weet ik dit. Zelfs als je dus alles goed doet, met SPF en D-Mark, zelfs dan zijn er nog mogelijkheden om. Dus alvast een applaus voor Koen voor deze presentatie. Dank je wel. Ja. Bedankt voor de introductie, inderdaad. Zelfs als je alles goed doet, kan het nog steeds misgaan. Dat is eigenlijk waar deze presentatie in grote lijnen over gaat. Waar het op neerkomt, in de notendop. Ik heb een kwetsbaarheid gevonden. Die is op veel plekken toepasbaar. En waaronder ook overheid en vitale infrastructuur. Ik heb die kwetsbaarheid ook bij die instanties gemeld en ik heb geanalyseerd wat er daarna gebeurt. Deze presentatie is ongeveer in twee delen. Het eerste deel is wat een kwetsbaarheid is en het tweede deel is dan wat er gebeurt als je die kwetsbaarheid meldt. Dat is, je zou denken, je meldt de kwetsbaarheid, wordt opgelost. Dat is net iets gecompliceerder. Maar eerst dus die kwetsbaarheid. Gelukkig zit ik hier denk ik in een zaal waarbij ik mensen niet meer hoef uit te leggen wat een brief is, maar toch even voor de duidelijkheid. Een brief is dit papieren ding. Dat deed je dan in een envelop, dat is een ander soort papieren ding en daar deed je dan een postzegel op en dat werd dan op magische wijze bij iemand bezorgd. Op je brief daar schrijf je een afzender op en een ontvanger en op je envelop schrijf je een afzender en een ontvanger. En dat vonden we eigenlijk een best prima systeem, maar dat wilden we ook digitaal en toen hadden we dus een e-brief, oftewel een e-mail. Als ik jou een fysieke brief stuur en ik zeg dat die komt van de Belastingdienst, dan komt die bij jou gewoon aan. En tenzij jij heel erg kan zien dat ik niet de Belastingdienst ben, kun je ook niet verifiëren dat het inderdaad niet van de Belastingdienst komt. We hebben e-mail gebaseerd op deze brieven, dus dat werd gewoon op dezelfde manier toegepast. Dus ook daar bij e-mail had je in eerste instantie geen verificatie van wie de afzender was. Je kon alles invullen, want dat vertrouwde je op dat je dat gewoon invulde dat je dat zelf was. Dat ging best een tijdje goed en op een gegeven moment kwam er meer spam en meer mensen die zich voordeden als Nigeriaanse prinsen, et cetera. Op een gegeven moment dachten we van dat is toch wel een beetje, dat goed vertrouwen, dat is een systeem, dat werkt niet echt meer. Dus we hebben standaarden geïntroduceerd om die verificatie van de afzender te doen. En daar zijn onder andere SPF, DKIM en D-Mark uitgekomen. Even heel kort hoe SPF werkt. E-mail zonder SPF werkt eigenlijk heel vrij simpel. Je hebt twee servers die praten met elkaar. Die server in dit geval, foo.net, zegt ik heb een e-mail voor bob@bar.com en die e-mail komt van alice@bas.org. Dat is de ontvangende mailserver die denkt, prima. Dat is dus gewoon, dat is geen enkele verificatie, dat wordt gewoon geaccepteerd. Als je SPF toevoegt, dan gebeurt hetzelfde, alleen dan op het moment dat die ontvangende mailserver die mail ontvangt, die denkt dan, dit is een e-mail voor bas.org. Laat ik eens kijken wat bas.org zegt, welke IP-adressen namens die domeinnaam e-mail mogen versturen. Die vraagt het op in het SPF-record van bas.org en die geeft dan iets terug wat uiteindelijk je kunt zien als een soort lijstje IP-adressen. In dit geval 9.10.11.12 en 1.2.3.4. En omdat foo.net is in dit geval 1.2.3.4, dus dit vaststaat in het lijstje, dus dat is een van de afzenders waarvan bas.org zegt, dat mag. Dus die zegt, weet de ontvangende mailserver bar.com, dat zal wel goed zijn. Als het niet in het lijstje staat, dan is dat natuurlijk een indicatie van, daar gaat hier iets mis, hier klopt iets niet. Dan heb je D-Mark. We missen een paar dingen aan SPF. Eén daarvan is beleid. Je kunt niet echt heel goed zeggen wat de ontvangende partij moet doen. Met D-Mark is dat wel gespecificeerd. Je kunt namelijk zeggen van, die check die mag dan wel mislukt zijn, maar accepteer de mail toch maar. Je kunt zeggen, stop maar in quarantaine, oftewel verschuif hem naar de spambox van de gebruiker. Of weiger uw e-mail überhaupt. En dat betekent heel simpel dat die e-mail überhaupt niet meer in de inbox aankomt, ook niet in de spammap aankomt, gewoon überhaupt, je ziet de mail niet. Daarnaast heeft D-Mark voegt ook rapportage toe, dus dan kun je zelf mooie overzichtjes zien van wat hebben andere mailservers gedaan met mijn e-mail. En dat is vooral voor managers is dat heel fijn, want de managers zijn heel bang als je e-mail niet aankomt. Maar hoe doe je die D-Mark pas? Wanneer is het voor D-Mark nou goed? Voor D-Mark is het goed als SPF een pass is en SPF aligned.
En aligned in dit geval betekent heel simpel dat de afzender die op jouw brief staat, hetzelfde is als de afzender die staat op jouw envelop. Want in principe is dat met e-mail niet, hoeft dat niet het geval te zijn. Die e-mail zelf, daar kun je één afzender in e-mail zetten. En dan in SP2 een hele andere afzender gebruiken. Dat was ook in het verleden een hele grote bron van spam. Want dan zet je namelijk degene wat je ziet, is net zoals wat je in het echt ziet, namelijk de brief. En de envelop gooi je weg. Nou, hetzelfde wat je in je e-mail client ziet, is de brief. Niet de envelop. Maar ja, wat gecontroleerd werd, was de envelop. Ja, daar heb je dan in de praktijk niet zoveel aan. Maar het is dus of SPF en pass en aligned. Of teken mijn pass en aligned. En dat is een iets wat veel mensen. Wat veel mensen verkeerd begrijpen, is dat DKIM is dus niet echt een vereiste om DMARC goed te doen. Als jij DKIM, jouw hele DKIM configuratie helemaal, hoe zeg ik dit nou netjes, daar ruimte voor verbetering overlaat, of überhaupt, dan maakt dat voor DMARC is het nog steeds prima, zolang je SPF goed is. Dus je hebt DKIM ondertekening niet nodig, en zelfs, je kunt het helemaal verkeerd doen, voor DMARC is het nog steeds goed. Kijk, vroeger deden we gewoon e-mail zelf, maar ik hoef denk ik jullie ook niet te vertellen dat we tegenwoordig dingen uitbesteden en dat we het weer uitbesteden aan derde partijen en dat derde partijen het uitbesteden aan derde partijen. Het leuke is, dan krijg je een soort boomstructuur. En als je kijkt naar hoe het protocol werkt, die zegt eigenlijk gewoon, nou, zolang je IP-adres waar die mail vandaan komt ergens in die boom te vinden is, dan is het. Dan is dat een host waarvan die e-mail vandaan mag komen. Dus oftewel, als jij besluit om 30 plus partijen te autoriseren om namens jou e-mail te versturen, dan mag elk van die 30 partijen mag alle e-mail namens jou versturen. Dat is hoe het protocol werkt. Nou, ik denk dat ik dan ook wel misschien al een kleine hint geef waar het dan misgaat. Nou, je hebt heel veel, wat ik zelf meestal 13 in een dozijn webhosters noem. Dit zijn webhosters, en ik denk de meeste van jullie wel kennen, die bieden vaak WordPress hosting aan. Samen die doen ook nog wel je e-mail en die doen ook je DNS voor je. En daar kun je ook je domein tegelijk registreren. En dat is een beetje de categorie hosting die vooral populair is bij onder andere de bakker op de hoek. Want ja, die wil gewoon een website, want die wil gewoon gezonder kunnen worden. Maar voor de rest, die wil helemaal niet bezighouden met het configureren van een website. Die wil gewoon dat het ding werkt. Dat is ook heel logisch. Nou, wat die 13 dozijn webhosters doen, die bieden dat gewoon aan en die willen dat gewoon zoveel mogelijk geautomatiseerd hebben. Want, nou ja, mensen kosten geld en zolang je alles kunt automatiseren, dan kan het vrij goedkoop. Nou, die 13 dozijn webhosters hebben vaak meerdere mailservers, maar die hebben veel meer klanten dan dat ze mailservers hebben. Dus de mailserver wordt gedeeld tussen verschillende klanten. Ze controleren vaak wel dat als je die mailservice wil gebruiken, dat je klant bent. Want nou ja, dat is degene natuurlijk waar ze geld mee verdienen. Wat ze nou niet per se doen, is controleren welke klant je bent. Dat komt er dus heel simpel komt er dus op neer dat zodra jij klant bent van een van die webhosters, dat jij mail kunt sturen namens elke andere klant van die webhoster. En aangezien dit toch vaak veel vrij grote partijen zijn. En nou ja, de prijzen vrij laag liggen. Dat betekent dus dat je voor een klein bedrag, bijvoorbeeld een €100 per jaar, mail kunt sturen namens elke andere klant van die webhost. Of namens iedereen die in ieder geval die webhost geautoriseerd heeft. Nou ja, dat kun je in de praktijk toepassen. Ik denk dat de meeste van jullie wel de ACM kennen. Dat is de Autoriteit Consumentenmarkt. De Autoriteit Consumentenmarkt deed een mail zelf, maar besteedde ook een gedeelte uit naar een e-commerce platform. Dat e-commerce platform dacht, ja, e-mail zelf doen, dat vinden we ook veel werk. Dat besteden we weer uit naar in dit geval een webhoster. Dat was een webhoster die wel controleerde dat je klant was, maar daar hield de check ook op. Dus wat ik deed, het is heel simpel. Ik werd klant van die webhoster. Dat was ongeveer ook het langste proces, namelijk het invoeren van mijn creditcardgegevens. Binnen een kwartier kon ik mail sturen namens de ACM. En dat komt naar de buitenwereld, namens facturatie, het acm.nl. In sommige gevallen kon ik dat ook doen binnen de organisatie. Dus kon ik namens de CEO een bericht sturen naar alle mensen. Met de mededeling dat we het toch heel jammer vonden, maar dat we ze toch moesten laten gaan. Ja, sorry mensen. Ja, dit werkt niet alleen bij deze ene webhost. Dit werkt bij heel veel webhosters. Dit is echt, op een gegeven moment was het probleem waar ik tegenaan liep, namelijk dat mijn creditcardlimiet eindig was. En niet zozeer dat het aantal webhosters op was.
Dit werkt dus bij webhosters en dit werkt ook bij webhosters niet alleen in Nederland, maar werkt door heel Europa. Er was zelfs één webhoster die was lief genoeg om die wel te controleren namens welke domeinen we het mail verstuurden. En dan de DKIM-ondertekening voor ons te doen. Tot nog steeds niet te controleren of ik dan ook die klant was, maar wel de DKIM-ondertekening goed doen. Dus dat was helemaal interessant. In ieder geval, lang verhaal kort, het was op een gegeven moment wel de moeite waard om een manier te bedenken. Hoe kun je nou herkennen dat je een webhoster hebt die dit waarschijnlijk niet op controleert? Even een kort intermezzo. Is het heel lastig om dit goed te configureren? Nee. Dit is rechtsboven, dit is vanuit de documentatie van Postfix. Daar is gewoon een standaardregel voor. Hier onderaan is het een configuratie van Axiom. Dit is gewoon uit de documentatie van Direct Admin. Ja, als je kunt kopiëren en plakken, dan kun je dit over het algemeen goed doen. Laat ik zo zeggen, ik kijk altijd naar hoe lastig is dit om voor een systeembeheerder te doen. En daarbij heb ik de test, kan ik dit doen? En als ik het kan doen, dan kan een systeembeheerder het waarschijnlijk ook. Want ik ben niet zo heel geweldig als systeembeheerder. In ieder geval. Hoe kun je dus überhaupt detecteren dat dit mogelijk is? De eerste stap is natuurlijk dat je een partij hebt die e-mail kan verzenden. En dat klinkt heel standaard, maar bijvoorbeeld dingen als Google Cloud Platform, maar ook Azure, kunnen dat standaard niet. Dus ja, dan houdt het op. Even vanuitgaande dat ze e-mail kunnen verzenden, dan moet je vaak twee dingen controleren. Eén, of ze überhaupt niet controleren namens welk domein je verstuurt. Of twee, als ze wel controleren namens welke domein je verstuurt, dat ze dan wel ook controleren als je je domein toevoegt, dat je dan wel daar de houder van bent. Want er was ook één webhoster die controleerde wel namens welke domein je verstuurde, maar ik kon wel gewoon hier rechtsonder een screenshot uit Direct Admin. Ik kon gewoon elke domeinnaam toevoegen die ik wilde. Dus ja, dan voegde ik gewoon een domeinnaam toe die niet van mij was en dan kon ik alsnog namens die domein, dat domein e-mail versturen. Ja, ik ben blij dat er in ieder geval, het was iets moeilijker gemaakt, maar ja, dat is... Ik noem dat een beetje een soort kinderhekje of een traphekje. Ja, het is iets van beveiliging, maar de meeste mensen houden het niet buiten. Daarna komt een stap en die is een beetje wat vager, maar dat is gelijk in de veelgestelde vragen of in de knowledge base. Want eigenlijk, als het niet kan, staat het er altijd wel in. Want dan staat er meestal, het is namelijk heel makkelijk om deze configuratie per ongeluk fout te doen. Hier rechtsonder is een screenshot vanuit een... Geloof ik, dit was contact voor Form 7 voor WordPress. Als je de configuratie op deze manier doet zoals die in de screenshot staat, dat lijkt heel voor de hand liggend. Maar dit is dus, wat je hier doet, is je kopieert het e-mailadres van de mensen in te typen in het contactformulier. Als onder hun eigen e-mailadres en je kopieert dat letterlijk naar het formadres. Dat is eigenlijk gewoon e-mailspoofing, maar dan onbedoeld. Ja, het is heel makkelijk om dit op deze manier te configureren en dit blijft werken totdat je natuurlijk gaat controleren namens welke domeinnaam je e-mail verstuurt en dan werkt het niet meer. Dat is ook de reden waarom dit eigenlijk altijd in veelgestelde vragen staat, waar dan heel vaak in staat van ja, zorg alsjeblieft dat je dit goed doet, want anders komt deze mail niet aan. En ook waarom veel webhosters niet echt happig zijn om dit op te pakken, want namelijk elke website die ooit is opgezet en dit fout heeft gedaan, maar door vooral dus de bakker op de hoek die een contactformulier heeft, omdat dat ooit is opgezet door het buurjongetje wat er al lang niet meer woont. Als het dan op een gegeven moment het contactformulier niet werkt, dan komen ze pas achter totdat iemand zegt van ja, ik heb geprobeerd contact op te nemen, maar het lukt niet. Ja, die persoon klopt dan aan bij de webhoster en dat gaat dan via de klantendienst en dat is mensenwerk, dus dat kost geld. En er zijn heel veel webhosters die zeggen van ja, dat doen we dan liever niet. Dus we doen liever niks. Wat dat ook weer een beetje lastig maakt om het op te lossen, want jij als klant wil het graag goed doen. Of tenminste, je hebt waarschijnlijk een motivatie om dit goed te doen. En dan kun je zeggen van, nou, derde partij, los het alsjeblieft op. Maar ja, die wil het dus niet. En dan is je enige eigenlijke oplossing is dan om van providers te wisselen. En dat maakt het voor een heel aantal organisaties best lastig om hier iets aan te doen. Ik heb toch, je probeert toch wel iets van verandering teweeg te brengen. Daar probeer je toch ik heb wel het probleem gemeld. En bij alle verschillende organisaties. En dan zie je toch wel heel veel interessante dingen terug. Laten we beginnen bij de webhosters. Want die zijn natuurlijk degene die direct er iets aan kunnen doen. Eén daarvan heeft gewoon de problemen opgelost. Wat ze hebben gedaan is heel simpel. Ze hebben het eerst zelf getest, ja, werkte. Daarna hebben ze gemonitord welke klanten er gebruik van maakten. Die hebben ze vervolgens allemaal gecontacteerd met, hey, je doet nu dit. Dat is niet de bedoeling. Dit gaat vanaf deze datum, werkt dat niet meer. En vanaf die datum hebben ze het ook geblokkeerd. Top.
De rest is een beetje, ja, toch wat minder vrolijk. Eén daarvan die wilde graag dat ik een geheimhoudingsverklaring ondertekende. In die geheimhoudingsverklaring stond, je mag erover praten, ik zeg uit mijn hoofd, 2 maanden nadat wij het probleem hebben opgelost. Nou ja, je snapt nu ook al wel waar hier het haakje aan zit. Als je het probleem niet oplost, dan mag je er dus nooit over praten. Nou, ik vond dat niet zo'n hele geweldige voorwaarde, dus ik heb gezegd, nou, dat doen we maar niet. Ik heb ze gewoon de beschrijving alsnog gestuurd zonder aan die voorwaarden te accepteren, maar ze hebben nooit iets gedaan. Dus, jammer. De andere, die hoef je gelukkig geen geheimhoudingsverklaring te tekenen, die kun je gewoon een mail sturen en die krijg je dan heel snel een antwoord terug dat ze het niks aan gaan doen. Dat is echt, in sommige gevallen binnen een half uur krijg je een antwoord van ja, nee, daar gaan we niks aan doen. Want het is, wat je heel vaak goed hoort, intended behavior. Oftewel, we weten dat het kan en ja, dit is e-mail en zo werkt het en zo blijven we het doen. En zo zullen we het altijd blijven doen. Dat zijn kleine partijen die dat doen, dat zijn ook hele grote partijen die op dezelfde manier reageren. Het zijn ook partijen die in sommige gevallen het leveranciersmanifest van Forum Standaardisatie hebben ondertekend. Forum Standaardisatie heeft in Nederland de rol om open standaarden vast te stellen en die opzetten kunnen op een pas toeleg uitleg zetten, waarbij het betekent dat in ieder geval voor de Nederlandse overheid er een hele goede reden moet zijn om niet aan die open standaarden te voldoen. En in dit geval staan SPF, DMARC en DKIM staan er allemaal op de lijst van pas toeleg uit. En daar staat ook bij dat je het goed moet doen. Dus dat betekent ook dat je niet dat je gewoon kunt zeggen van ja, ik heb een SPF record voor 0.0.0.0/0. Want dat valt dan niet onder de categorie het goed doen. En het leveranciersmanifest is eigenlijk gewoon een manier voor leveranciers om te zeggen van ja, wij committeren ons eraan om dit goed te blijven doen. Om te zorgen dat als jij als overheidsorganisatie een afnemer zoekt of een leverancier zoekt die dit voor jou goed kan regelen, dan zullen wij committeren ons eraan dat wij dit goed doen. Wat natuurlijk wel een beetje cru is. Hetzelfde geldt voor dat er zitten ook partijen tussen die doen mee met de Veilig E-mailcoalitie. Ik denk dat de naam in dit geval vrij zelf vanzelfsprekend is, maar wederom, dat is een samenwerking ook om e-mail naar een veiliger, hoger plan te tillen. En die zeggen ook van nee, daar gaan we niks aan doen. Dat is een beetje. Wederom, die webhosts zijn niet per se degene die betroffen zijn van dit probleem. Het zijn eigenlijk de klanten van die webhosts die betroffen zijn van dit probleem. Dus, dan ga je die klanten maar contacteren. Even voor een beeldvorming, hoe groot is dit probleem? Zoals ik al zei, het speelt in heel Europa, maar ik splits hem even op in Nederland en België. In Nederland is het 114 van de 342 gemeenten, de helft van de provincies, de helft van de ministeries. In België zijn de getallen iets lager en dat komt ook omdat ik op een gegeven moment opgehouden ben met zoeken naar in België. En dat is waarom, dat zul je zo meteen in de volgende dia wel zien. Maar in ieder geval 45 van de 581 gemeenten, 3 van de 10 provincies, 5 van de 14 ministeries. En daarnaast ook banken, ziekenhuizen, universiteiten, ZBO's, NGO's, media. Verzin een groep en je gaat er in ieder geval over het algemeen eigenlijk wel 1 voorbeeld vinden waar dit misgaat. Zoals ik al zei, ik heb op een gegeven moment gestopt met het zoeken in België. Dit is een grafiek waarin je kunt zien hoeveel het percentage per groep, hoeveel het misging voordat ik meldde en nadat ik meldde. Die oranje kleur, dat is België. En als je ziet, alle balkjes zijn even lang. Dus dat is een beetje jammer. Er wordt gewoon helemaal niks met je melding gedaan. Ik zal daar een paar anekdotes zo meteen over vertellen. In Nederland gaat het gelukkig beter. Er blijven nog steeds heel veel problemen bestaan. Maar er worden wel wat dingen opgelost. En er wordt in ieder geval wordt de melding ook serieus opgepakt. Maar in ieder geval, zoals ik al zei, een paar anekdotes over België. Dit is een grote financiële dienstverlener in België. Daar probeer je dan eerst die melding te doen. De eerste stap is natuurlijk, hoe vind je het adres waar je je melding kan doen? Je verzoekt op de website of je toevallig een Responsible Disclosure of Coordinated Vulnerability Disclosure beleid hebben. Dat is in België nog niet, helaas niet zo gangbaar, dus die vind je niet. Je probeert eerst te bellen. Dat lukt niet, want je moet een klantnummer hebben. Ik ben geen klant.
Later vind je gelukkig het telefoonnummer van een hoofdkantoor. Dus daar bel ik daar mee. En dan kom je bij de receptie bij een mailtje, neemt op. En dan zeg je van, ja, hallo, ik bel je voor dit en dit. Ik kan e-mail versturen namens jullie organisatie. Ik denk niet dat de bedoeling is. Zou ik mij kunnen doorverbinden met iemand die hier bij wie ik dit kan melden? Nou, dat vindt het heel serieus. En die verbind je dan door. Dan hoor je weer zo'n mooie wachtmuziek. En dan wordt het op een gegeven moment aan de andere kant opgenomen. En dan ben je bij de internationale fraudebestrijding uitgekomen. Nou, ik heb dat ook daarvoor gelegd en ik heb ook gezegd, ik verwacht niet dat jullie de mensen zijn die hier iets mee kunnen. Dat waren zij het ook mee eens, dus zij dachten, nou ja, zij zijn nog een keer gaan kijken, met wie kunnen we je nog een keer doorverbinden. En ik ben ondertussen bijna elke afdeling van die organisatie langs gegaan, tot ik op een gegeven moment bij een IT'er uitkwam binnen de organisatie die zei, ja, ik snap wat u wilt doen. Ik weet het ook niet, maar stuur maar een e-mail naar ons algemene e-mailadres, dan zoeken wij het wel uit. Dat zijn ze nog steeds aan het doen. Ja, ik heb dat serieus wel over nagedacht. Ik zou heel veel leuke dingen kunnen doen met namens dat ik namens de organisatie zelf een mail stuur. Maar helaas mag dat net niet. Nou, dan heb je nog een andere voorbeeld van onderdeel van de Belgische federale overheid. Nou, wederom, je probeert eerst een contactadres te vinden. Dat is blijkbaar lastig, maar ze hebben een contactformulier op hun website staan. Dus dat vul ik dan in. En ik kreeg antwoord, vrij snel, met hi, je kunt dit telefoonnummer bereiken, wat op deze pagina staat. Nou, ik druk op die link, maar dat is een pagina uit het intranet van hun organisatie. Nou, en dan krijg ik natuurlijk de mooie vraag of ik wil inloggen met mijn Belgische federale overheid inloggegevens. Ik zeg, ja, die heb ik niet, dus ik heb geantwoord van, ja, ik zou je telefoonnummer gewoon kunnen geven, want ik kan niet namens bij jullie eigen intranet. Toen kreeg ik de melding, kreeg ik het antwoord terug van, ja, je mag ook bij ons op kantoor langskomen in Brussel. Dat vond ik te ver weg. Dat heb ik ook gezegd van, is er niet een andere manier, maar daar heb ik nooit op antwoord op gekregen. En dan nog een ander groot financieel instituut in België. Kijk, dan probeer je weer wederom op de website te vinden waar je kunt melden. Ondertussen snappen we het wel, nee, dat ga je niet vinden. Dus je neemt de beste methode die je kunt bedenken om een bedrijf te contacteren. Op dat moment heet het nog gewoon Twitter, dus je probeert gewoon via Twitter. Nou, je stuurt een bericht via Twitter met dezelfde boodschap eigenlijk. Ik kan iemand namens jullie versturen, ik wil dat graag melden, waar kan ik dat doen? Vervolgens krijg je een automatisch antwoord terug op je privébericht op Twitter, namelijk, heeft u al geprobeerd om te kijken op ons forum en u kunt daar ook uw vragen stellen? Dat wilde ik niet, toen heb ik ook teruggestuurd van, hebben jullie nog een ander contactadres? Mag het graag ergens waar ik het kan melden? Nou, dan wacht je heel lang even en dan krijg je geen antwoord. Op een gegeven moment kreeg ik een bericht terug met, zou u uw feedback achter kunnen laten op dit gesprek? Nou, dat was, goed gesprek, lekker kort. Dus, tot zover België. Zoals ik al zei, in Nederland gaat het gelukkig een stukje beter. Is in eerste instantie ook gemeld bij het NCSC, bij de provincies met hand en ook bij de gemeente. Hier rechts is een kaartje van Nederland met alle gemeenten in blauw waar dit probleem speelt of speelde. En die ik dus ook heb gecontacteerd. Zoals je ziet, het is niet per se één kant van Nederland, het is gewoon, dit speelt bijna overal. Tenzij je in Flevoland woont, dan is het overal, maar zoveel gemeenten zijn er ook niet in Flevoland. Wat er in de praktijk gebeurt, en dat is een, misschien is dit, klinkt dit heel flauw, maar misschien nadat je je ervaring uit België klinkt, is het opeens heel bijzonder. Namelijk, je krijgt antwoorden terug en problemen worden ook opgelost. En dat is heel fijn om te zien. Wat er ook gebeurt, helaas, is dat je contactadressen staan op een pagina. Want als je in Nederland zoekt naar een Responsible Disclosure of Coordinated Vulnerability Beleid, dan kun je die vaak, staat die wel op de website. Maar in dit geval was er ook één, die had een e-mailadres. Ik had er een mailtje naar gestuurd, hun eigen beleid stond. We reageren binnen 5 dagen. Nou, na een week had ik geen antwoord, dus ik dacht, oh, er stond nog een telefoonnummer. Dan ga ik daar maar eens mee bellen. Toen nam er iemand aan de andere kant op en toen moest ik haar uitleggen wat een Coordinated Vulnerability Disclosure beleid was, dat ze er zelf een hadden, dat zij het contactadres was en dat zij me wist aan wie ik me kon doorverbinden en ik moest haar helpen binnen de organisatie de juiste persoon te vinden. Ja, dat is, lukt uiteindelijk wel, maar is natuurlijk niet helemaal hoe je het liefst zou willen zien. Wat je ook ziet is dat ze dan vaak een CVD-beleid of Responsible Disclosure-beleid publiceren. En dan soms doen ze met een apart eigen formuliertje.
Waar je dan zegt, klik hier en dan kun je dit formulier invullen. Nou, en dan klik je daarop en dan krijg je het formulier dat u het invullen is momenteel niet beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente. Nou, in dit geval, ik heb de naam van de gemeente weggehaald. Dit zie je, dit is gewoon een voorbeeld van een gemeente, maar dit ben ik al meerdere keren tegengekomen. Een andere is dat je gevraagd wordt, stuur een mailtje naar CISO, onder de domein van de organisatie waar het om gaat. En dan krijg je heel snel een bericht terug met, je mag helemaal niet naar CISO mailen, want je bent niet binnen onze organisatie. Ja, je krijgt op die manier, ik zou vaak zeggen, geen bericht is goed bericht, maar in dit geval krijg je gewoon geen bericht omdat ik je niet kan mailen. Beetje jammer. Daarnaast, dat is hier vooral binnen de Nederlandse overheid en vooral binnen gemeenten. En alles, heel veel dingen die de gemeente doet, dat staat binnen achter een DigiD, omdat het te maken heeft met wat de zaken van de burgers. Het melden van een beveiligingslek en een datalek staat dan vaak ook achter een DigiD. Het is vaak zo dat als je een datalek wil melden, dat je dan eerst jezelf je eigen gegevens aan het datalek moet toevoegen voordat je het kunt melden. Dat is natuurlijk een beetje krom. En dat is niet per se omdat ze zo graag jouw gegevens willen toevoegen aan het datalek. Dit is gewoon, wat ik heb begrepen van alle gemeenten met wie ik heb gesproken, is hier eigenlijk niet specifiek over nagedacht. Dit is gewoon een neveneffect van hoe zij hun systeem inrichten, namelijk dat alles achter een DigiD staat. Wat ook gebeurt is dit. Dit is een hele imposante tabel, maar kijk, je ziet aan de linkerkant hier wel overal gemeenten zwart en gemeenten zwart en gemeenten zwart. Kijk, ik heb meldingen gedaan bij die gemeente en dat doe je dan gewoon zoals je het, op de manier waarop zij het zelf willen, namelijk via een eigen formuliertje. Maar als het niet bestaat, doe je het gewoon via het algemene contactadres. Op de dag dat ik de melding heb gedaan, of een dag daarna, zijn vervolgens mijn gegevens opgevraagd. En dit zijn de gegevens uit BRP. Je kunt dit in een tabelletje van alles, waarop er staat de datum en welke gegevens uit mijn BRP zijn opgevraagd. En dan zie je dus dat een aantal gemeenten willen graag weten wat mijn burgerservice-nummer is, wat mijn naam is, wat mijn geboortedatum is. Maar ook of ik in Nederland mag blijven en of wat mijn nationaliteit is en wie mijn ouders zijn en wie mijn kinderen zijn. En wie mijn partner is, wanneer wij getrouwd zijn. En in sommige gevallen ook welke identiteitspapieren ik heb en tot wanneer ze geldig zijn. Ja? Roep maar zo, de zaal is klein zat, denk ik. Ja, ik stuur een e-mail en onder die e-mail staat heel, heel netjes met vriendelijke groeten Koen van Hoven en dan mijn e-mailadres, telefoonnummer en adres. En dan zit er aan de andere kant, wordt op die basis van die gegevens opgezocht wie ik ben. En dan wordt informatie opgevraagd over wanner ik geëmigreerd ben en of ik onder curatele sta. En je ziet afhankelijk waar de kruisje staat welke gegevens opgevraagd zijn. Die wijziging op 3 maart, toen ben ik verhuisd. Dus die gemeente hebben nu meegekregen, want de melding was in februari. De gemeente heb ik nu op februari mijn gegevens opgezocht. En dan hebben ze ook aangevraagd om een melding te krijgen elke keer dat er een wijziging is in mijn gegevens. Dus elke keer dat ik nu iets doe, dan krijgt een hele sleutel, heel aantal gemeenten krijgt ook nog die nieuwe gegevens mee. Met, hoi, wilde graag even laten weten dat Koen nu verhuisd is. Als je dit overgegeven, bij je eigen gemeente kun je in de meeste gevallen, tenzij je in Amsterdam woont, kun je dit in brief per brief of per e-mail doen, kun je gewoon vragen, hi, ik wil graag het overzicht gegevensverstrekkingen uit de basisregistratie personen ontvangen vanaf 1 januari 2013. Dat is namelijk de dag dat het überhaupt begonnen is. En dan krijg je meestal een week later krijg je een stapeltje papier met alle organisaties die je gegevens hebben opgevraagd en met welk doel en welke gegevens. Je krijgt gewoon één stapeltje met waar alle organisaties in staan. Ja. 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 Nee, dat klopt. Want in totaal waren het 11 van de 114 gemeenten die deze gegevens opvraag hadden gedaan. In 9 gevallen hadden ze ook nog, ik heb namelijk mijn ouders gevraagd of zij ook hun overzicht wilden opvragen. En dat hebben ze gedaan. In 9 gevallen hadden de gemeente ook nog gegevens van mijn ouders opgevraagd. Ook niet per se omdat ze dat nou per se nodig hadden, maar dat is hoe hun systeem werkte. Daarover kom ik later nog wel terug. Want dan wil ik nog even namelijk naar het volgende. Namelijk, ik had meldingen gedaan bij gemeenten over die webhosters.
En één gemeente die ik had waar ik dat gemeld was, de systeembeheerder was heel enthousiast en die dacht, oh, dit werkt bij deze leverancier. Ik heb nog twee andere leveranciers, ik wil ook eens kijken of dat daar werkt. En één van die leveranciers was Topdesk. Nou, Topdesk, ik hoor uit het lachen van uit de zaal, Topdesk kennen jullie, maar voor de mensen die het niet kennen, het is een soort ticketsysteem, inventarissysteem. Het is een systeem voor alles en alles eigenlijk in alles in één. En nou ja, alle systemen die op een gegeven moment veel dingen kunnen doen, die kunnen op een gegeven moment ook e-mail versturen. Dit is een screenshot uit Topdesk. Nou, je kunt een e-mail versturen voor basis van een ticket, maar ja, dit is gewoon je kunt het misschien niet helemaal geweldig zien, maar dit is gewoon een tekstveld waar je gewoon alles kunt invullen wat je wil. Hier kun je ook alles invullen wat je wilt. Dit is het onderwerp, kun je alles invullen wat je wilt. En wat niet te zien is, maar de e-mail kun je gewoon de HTML zelf aanpassen. Daar is niks van stand, daar hoef je niks standaard over te laten. Ja, en dan druk je versturen en dan gaat dat via de infrastructuur van Topdesk, wordt die mail verstuurd. Nou, het zal jullie misschien niet verbazen, maar standaard staat Topdesk toe dat je namens elk e-mailadres iets stuurt. Je kunt aanvragen dat je domein op een soort zwarte lijst of op een geblokkeerde lijst komt te staan. Daar, als je daar meer over wil weten, dat is Topdesk, de knowledge item 11992. Moet je wel weten dat het bestaat en dat weten heel veel mensen niet. Ik heb het ook bij Topdesk gevraagd, vinden jullie dat nou een goed idee? En Topdesk zegt, ja, dat is eigenlijk wel hoe we het gedacht hadden. Nou, van de gemeenten die Topdesk gebruiken, dat zijn er best veel, had 75% dat niet, überhaupt dit niet aangevraagd. Ik kan scannen of je dit hebt aangevraagd of niet. Dus ik heb bij de 88 gemeenten die het niet hadden aangevraagd, heb ik de melding gedaan en ik heb bijgehouden, oké, is het opgelost en wanneer krijg ik antwoord van jullie? Nou, en dat ziet er ongeveer zo uit. Die bovenste paarse gedeelte, dat is alle gemeenten waarvan ik op een gegeven moment, waar het niet is opgelost en waar ik geen antwoord voor kreeg. En zoals je ziet, dat is nog steeds het grootste gedeelte. Dus helaas, je krijgt in heel veel gevallen gebeurt er niet zoveel. En in tegenstelling tot dit probleem met de webhosters, kun je dit oplossen door een formuliertje bij Topdesk in te vullen. Het onderste gele gedeelte is waar het is opgelost en ook daadwerkelijk antwoord is gekomen. En die groene en die blauwe die zijn een beetje interessant, want dat betekent, er zijn een heel aantal organisaties waarbij er ofwel een mail wordt gestuurd naar mij, het is opgelost en er wordt vervolgens niet opgelost. Of we gaan het oplossen, maar er gebeurt niks. Of het wordt wel opgelost, maar vervolgens laten ze mij niks weten. Dus ik stuur gewoon een mailtje en dan is het een zwart gat en dan gebeuren er dingen of niet. Maar ik weet het niet, want er wordt niet meer met mij gecommuniceerd. En die allebei zijn een beetje, die zijn allebei een beetje jammer. Je ziet ook dat er een vreemde piek is, dat er opeens meer opgelost wordt en dat er dan weer dingen teruggedraaid worden. Ik wil ook wel weten namelijk, wat is nou de reden voor dat er nou dingen teruggedraaid worden? Waarom zijn problemen eerst opgelost en daarna weer terug? Je kunt eigenlijk twee dingen doen. Twee manieren oplossen. Je kunt dus die zwarte lijst aanvragen bij Topdesk. Of je kunt hem gewoon de Topdesk uit je SPF-record halen en gewoon je e-mail zelf doen. Diegene waar teruggedraaid is, die hebben besloten van nee, we doen het wel via onze eigen mailservice. En ik gok, mijn vermoeden is dat het bij die partijen besloten is, we doen het wel via onze eigen mailservice. Daar werkte iets niet goed, toen is het Topdesk weer teruggekomen. Maar ja, mijn oorspronkelijke melding van dit moet je goed configureren, die was dan afgesloten. Dus toen is het probleem was weer terug en we waren terug bij de oude situatie. In ieder geval, dat is dus wat er in de praktijk gebeurt. En ik wilde graag weten, wat zeggen ze zelf dat zou moeten gebeuren? Dus ik wilde graag weten, wat is hun beleid? De beste manier om dit op te vragen was met een WO-verzoek. Want een WO-verzoek moet je op antwoorden. En ja, we hebben het net in de vorige dia's gezien. Ik krijg van heel veel organisaties, van heel veel gemeenten, krijg sowieso geen antwoord. Dus in ieder geval wilde ik dus van die 114 gemeenten, wilde ik weten wat hun beleid was. En of ze over dat beleid gecommuniceerd was. En of ze evaluaties hadden van het beleid. En dat was een verzoek wat zowel zo opgesteld was dat het ook niet heel ingewikkeld hoefde te zijn om aan mijn WO-verzoek te voldoen. En hier rechts zie je een stapeltje met brieven als antwoord op het WO-verzoek. Want gelukkig heb ik het meeste via de e-mail gekregen. Maar het aantal digitale documenten wat toch nog geprint is, wat ik vervolgens weer heb ingescand, is verrassend groot. Even kort waarom beleid. Sinds 2019 staat dit in de baseline informatiebeveiliging overheid. Dit is de opvolger van de BIG. Hierin staat ook dat een overheidsorganisatie moet een CVD-procedure hebben en die moet gepubliceerd zijn. In een heel aantal gevallen is dit niet zo.
En de IBD, de informatiebeveiligingsdienst, dat is de CERT voor de Nederlandse gemeente, die heeft ook een handreiking gemaakt hoe je aan deze eisen kunt voldoen. Dan kom je eens even bij het beleid, het vergelijken van het beleid en de praktijk. Ik had het bij 114 had ik dus die melding gedaan. Bij 114 had ik het dus in het beleid opgevraagd. En bij ruim de helft was er geen beleid. Nou, hier van deze grafiek, dit zijn de 88 waarbij het om topdesk ging. Dus dit waren ook de dingen die ook daadwerkelijk goed opgelost konden worden. Dan zie je dat het hier toevallig letterlijk half-half is. De helft heeft beleid, de andere helft heeft geen beleid. Het donkere gedeelte is hetgeen gedeelte wat niet is opgelost. En hoewel het dus bij de beleidskant, oftewel de linkerkant, de groene kant, wel iets meer opgelost wordt, zie je dus nog dat er nog steeds ruim de helft nog niet opgelost wordt. Dus er is wel beleid om iets te doen met meldingen van beveiligingsproblemen. Maar er wordt uiteindelijk in dit geval nog steeds niet zoveel meer gedaan. En we konden ook niet per se een heel sterk verband vinden tussen de melding doen en dat de melding opgelost wordt en dat een gemeente ook beleid heeft. Er kwamen ook nog wat andere punten uit het WO-verzoek, namelijk dat we in geen enkel geval kon ik zien dat er de keuze om het achter DigiD te hangen, dat een bewuste keuze was. Dat stond in geen enkele geschreven communicatie. Misschien is het besproken, maar ja, dat weet ik natuurlijk niet uit een WO-verzoek. Er waren meerdere gemeenten die mijn WO-verzoek hebben ontvangen. We vroegen ook waarom, wat is de context. En toen heb ik gezegd, ik heb een melding gedaan eerst bij jullie gemeente. Oh, wanneer dan? Toen heb ik dat oorspronkelijke bericht nog doorgestuurd. Toen zeiden ze, oh, dat hadden we inderdaad wel een keer moeten zien. Misschien is het ook handig als we wel beleid hebben. Dus die gaat het nu doen. Die gaan nu zelf beleid opstellen en dat is natuurlijk een heel mooie uitkomst. De meesten hebben echter nog steeds geen beleid en sommigen zeggen ook dat ze het niet nodig hebben. Ik zie dat de afbeelding niet helemaal leesbaar is, maar in ieder geval hieronder wat hier stond was eigenlijk van wij hebben geen beleid en we zijn ook niet van plan om het op te stellen, want we hebben ook nog nooit een melding ontvangen. Ja. Ja, nee, ik geloof ze direct dat ze nog nooit een melding hebben ontvangen, want met mijn melding is inderdaad ook niks gedaan. Ik heb me wel gestuurd. Maar ja, als je natuurlijk, het is een beetje een kip-ei-probleem, als je geen beleid hebt en je meldingen komen dus niet aan, dan denk je dat er geen beleid nodig is, want je ontvangt geen meldingen. Ja. Geëvalueerd wordt het beleid eigenlijk ook niet. Er zijn een aantal gemeenten die op dit moment bezig zijn met evaluaties, maar ik heb geen enkel document van evaluaties teruggekregen. En dan over de BRP-opvragingen, want bij die gemeente waar die bij gegevens op hebben gevraagd uit BRP, wilde ik weten waarom. Dus daar heb ik bij elk van die gemeenten heb ik gewoon de vraag gesteld, nou ja, met welke doelstelling hebben jullie deze gegevens verwerkt, worden ze met derden gedeeld, hoe lang worden ze bewaard, et cetera. Er staan eigenlijk in een geen enkel beleid dat je mijn gegevens opvraagt uit BRP. De meeste reden die ik heb gehoord is dat het wordt gewoon ingevoerd in het zaaksysteem. En het zaaksysteem vraagt uit zichzelf heel veel gegevens op. Waarschijnlijk voldoet dit niet aan de AVG. Maar ja, dat is... Op dit moment, en de IBD heeft ook al aangekondigd, persbericht of een nieuwsbericht de deur uit gedaan met de melding van, ja, vraag nou niet onnodige gegevens op, want dat mag niet. Sommige gemeenten vraag je dus, nou, je hebt op deze datum heb je dit lijstje met gegevens opgevraagd, en het gewoon kon alle punten noemen. En dan krijg je een brief terug waarin ze zeggen, wij hebben onderzoek gedaan en we konden het niet vinden. Ja, nou ja, auditing heeft ook nog een. Daar valt ook nog iets in te verbeteren. En er zijn een heel aantal gemeenten die dus nu naar mijn melding of naar mijn vraag over waarom die gegevens opgevraagd, dat u überhaupt niet wist dat ze die gegevens opvroegen en nu naar aan het kijken zijn en nu hun zaaksysteem en de systemen anders inrichten, zodat het niet meer. Of het überhaupt niet meer wordt opgevraagd, of in ieder geval veel minder wordt opgevraagd. Dus ja. Dan blijven er nog een paar aanbevelingen over. En dat is als je een CWD-beleid hebt. Eigenlijk heel simpel. Als je een CWD-beleid hebt, test hem dan eens ook een keer. Want ik vind al die formuliertjes waar ik staat. Nee, dit werkt. Dit formulier bestaat niet meer. Een e-mailadres waar ik de e-mail naar stuur. Waar vervolgens ik een mail automatisch antwoord terugkrijg. Maar deze inbox bestaat niet meer. Of deze inbox mag je niet naar sturen. Dat is heel onhandig en ook vrij frustrerend. Als je
wel een CVD-beleid hebt en ik kan, en het werkt ook. Communiceer dan ook terug met de melder. Ook, ik vind het één heel fijn om te horen natuurlijk dat je iets mee doet en dat je dingen hebt opgelost. Maar twee, als je zelf dus denkt dat je het hebt opgelost en je stuurt het naar mij en ik kan terug, ik kan controleren en ik zie dat het niet zo is, dan kan ik je dat ook teruggeven. Want in sommige gevallen heb ik dat ook van een gemeente terug gehad van ja, oh ja, die hebben meldingen ontvangen, hebben we iets mee gedaan. Dus kijk ik terug en dan zeg ik, nee, dat is niet zo. Maar ja, je hebt ook nooit mij een melding gestuurd dat je denkt dat het is opgelost. Dus anders had ik het. Voor mij is het gewoon alsof ik een melding heb gestuurd en er wordt nooit iets mee gedaan. En als ik dan een melding moet doen, of als ik dan een melding kan doen, vraag me dan alleen de gegevens die je nodig hebt. En dat is eigenlijk over het algemeen alleen de melding en een contactadres, omdat je mij kon contacteren. Wie mijn kinderen zijn en waar ze naar school gaan, dat is over het algemeen niet hele relevante informatie. Die zou ik ook weglaten, want dat hindert mij ervan om een melding te doen. En jij doet toch helemaal niks met die informatie. Dus dat is het. Ja, dit was een kwetsbaarheid in e-mail. En die is van toepassing op heel veel plekken. En ik heb dat gemeld bij een heel aantal organisaties. En als je dat in Nederland meldt, dan gebeurt er iets mee. Als je het in het buitenland meldt, dan gebeurt er verrassend weinig mee. Maar ja, ook in Nederland is er nog wel ruimte voor verbetering. Dat was het. Als er vragen zijn, dan sta ik daar open voor. Wij zijn zo'n kleine hoster, Bjarne. Mm-hmm. Wij zijn zo'n kleine hoster die... we hebben geen bakkers, maar dat zou wel mooi zijn. Maar wij hosten onder andere de e-mail voor de NLUUG. Mm-hmm. Wij hebben inderdaad onze mailserver zo ingesteld dat je alleen maar mail kunt sturen vanaf de adressen waar jij toegang hebt om te versturen. Mm-hmm. Maar ook binnen de NLUG hebben we nog een hele hoop mensen die gebruik maken van, ik zal geen namen noemen, grote Amerikaanse hostingpartijen die zeggen dat ze het allemaal goed doen. Mm-hmm. En dan zijn ze gewend dat bepaalde dingen op een bepaalde manier werken. En vroeger gebruikten we namelijk aliassen om aan het hele bestuur mail te sturen. En ja, dat werd dan gewoon verstuurd en dat werd dan doorgestuurd naar Google. En die accepteerde dat dan en dat was het allemaal prima. Nu hebben we dat aangepast en dat levert een partij gezeik op. Want waarom werkt het niet meer zoals vroeger? En waarom moet het allemaal zo moeilijk enzovoort? Dus ik kan me, ik wil even een lans breken voor de kleine hostingpartij. Want het is echt moeilijk om dat vol te houden en je klant niet weg te jagen naar Microsoft, Google of Amazon. Heb je daar een oplossing voor? En welke mailserver gebruik je zelf? Kijk, laat ik eens beginnen met die tweede vraag. Welke mailserver gebruik ik zelf? Ik gebruik zelf een mailserver die ook zeker kwetsbaar is. Ja, dat is een van de redenen waarmee ik begon. Ik heb mijn webhoster ook nog niet weten te overtuigen overigens. Maar ze hebben al wel aangekondigd dat ze prijsverhogingen gaan doorvoeren. Dus ik ben er absoluut vertrouwen in dat het nu ook op de prioriteitenlijst staat. Het probleem is dus, je wilt in het algemeen dat dit goed gaat. Maar het is heel lastig om als één partij om dit in je eentje goed te doen. En op dit moment waar we mee bezig zijn is, vanuit de overheid moeten ze dit goed doen. De overheid moet dit goed geregeld hebben. En we zijn op dit moment bezig om te kijken, kunnen we het zo, de aanbesteding vanuit de overheid zo formuleren, of de overheid helpen om die aanbestedingen zo te formuleren dat ze dit ook een eis wordt naar de webhoster toe, zodat de webhoster ook een motivatie heeft om dit goed in te richten. Ja, maar de webhoster heeft toch ISO 27001? Ja, maar de eisen gaan iets verder, gelukkig. Ik noem de accreditatie van de inkoop. Ja. Dat is een hele goede vraag. Hoe kun je dit controleren zonder het namens een andere klant te doen? De manier waarop ik het heb gedaan is door e-mail te sturen die namens een domein waar ik zelf ook het beheer over had, maar die niet gekoppeld was aan die webhosting waar ik dan dat zelf mee bezig was. Dus het is gewoon een domein dat helemaal ergens anders stond. En daarin had ik in het SPF-record toegevoegd van bij deze mag ook deze webhoster iets mee doen, maar die webhoster had voor de rest niks mee te maken. En dan kon ik het op die manier testen. En ik had van een aantal mensen. Ja, inderdaad. En
Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Nee. Oké. Okay. Nou, dat is fijn dat we allebei dezelfde vraag hadden. Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, Topdesk, de manier waarop je dit aanvraagt is via een formulier op een website. En dan gaat er vervolgens een mens gaat er iets mee doen. In hetzelfde formulier wordt ook gevraagd of je de DKIM-ondertekening vanaf je eigen domein kunt laten doen. En daarvoor moet je dan een TXT-record aanmaken in jouw eigen als onderdeel van je eigen DNS. Of we daar een CNAME van maken naar Topdesk. Maar in ieder geval, als die bestaat, dan weet ik in ieder geval dat je dat formulier hebt gezien. En als je dan het formulier hebt gezien en daar heb je aangevinkt van nee, ik wil alsnog dat iedereen het namens mij e-mail kan sturen. Kijk, dan ben je gewoon bewust bezig met dingen onveilig inrichten. Maar in 99% van de gevallen, als je die dus hebt, dan heb je het ook goed ingericht. Wacht even. Ben je er nog zo meteen? Ik ben er zo meteen ook nog. Ik zie dat. Ja. Dus als jullie straks nog een vraag hebben, vragen hebben, dan even bij de computer.